Hallo, ik ga jou vandaag laten zien hoe jij deze muts zelf kan breien met een breiring. We gaan beginnen met de rand van de muts. Ik heb mijn breiring naar mezelf toegeplaatst, zodat het pinnetje zeg maar naar mezelf toe staat. Daar ga ik dus ook op beginnen. Ik werk met 2 draden tegelijkertijd. En dan ga ik nu een lus maken. En die plaats ik op mijn breiring. Nou, om te beginnen ga je gewoon eerst alleen maar lusjes plaatsen. Dus je draait lusjes op je breiraam. Van de achterkant naar voren eromheen. Nou, zo plaats je lusjes op alle pinnen van je breiring. Zo. Oké, dan ga ik je patroontje laten zien. En dat patroontje gaan we dus de hele tijd herhalen. Totdat onze rand van de muts lang genoeg is. Even kijken. Hier zie je dus, ik ben hier geëindigd. En hier beginnen we dus weer met een nieuwe rij. Hier ben ik dus ook net begonnen met mijn lusje erop te plaatsen. Dit wordt steeds het begin van mijn nieuwe rij. Nou, let op, dan laat ik je even het patroontje zien. Je doet 2 lussen op de pin. Erop draaien, 1 en dan de andere pin ook. Dus 2 pinnen krijgen een lusje erop. Dan ga ik het draad naar beneden doen onder deze 2 lussen. Want ik ga nu 2 pinnen, ga ik het lusje eruit plukken. Ik ga hier mijn haak insteken, hieronder. Dan leg ik mijn haak op het draad. En ik draai mijn achterkant naar me toe, want dan pluk ik het draad. Waar ik het net op heb gelegd, die pluk ik eruit en dan ontstaat er dus een lusje. Dan haal ik de vorige lussen van de pin af en dit lusje wat ik net heb gemaakt, die plaats ik nu op de pin. Zo, doe ik nog een keer. Ik ga met mijn haak onder de lus die er al was. Ik leg mijn haak op het draad en dan ga ik het uiteinde naar mezelf toeduwen, want dan heb ik hier de punt zeg maar onder het draad wat ik net ervoor langs heb gespannen. Die til ik omhoog en dat is een lus geworden. En dan haal ik het lusje eraf en het nieuwe lusje gaat op de pin. Nou, dit is wat ik dus nu deze hele rij ga doen. 2 erop draaien, 2 eronder. 2 erop, 2 eronder. Ik zal nog even deze pinnen laten zien. 2 erop draaien. En dan ga ik hier weer voor lang spannen, 2 eronder. En zo ga ik door en maak ik mijn eerste rij af. 2 erop draaien, 2 eronder, 2 erop draaien, totdat ik weer hier kom. En dan zet ik de camera weer aan en dan ga ik je laten zien hoe we verder gaan. Ik heb mijn rij afgemaakt. Ik ben dus tot aan hier gekomen. Dit wordt straks mijn nieuwe rij. Wat ik nu moet doen is, ik heb er over steeds 2 pinnen, heb ik er 2 erop gedraaid. En dan hier steeds 2 eronder. Maar dan heb ik hier maar 1 lusje en hier 2. Dus om de rij af te maken moet ik nu overal van alle pinnen waar ik nu dubbele lussen heb, moet ik ze er dus nu afhalen. Oké, dat is rij 1. Die is nu helemaal klaar. Dan ga ik je nu rij 2 laten zien. En deze 2 rijen die ik je laat zien, die herhalen we steeds totdat onze rand klaar is. Nou, net was ik begonnen met 2 erop te draaien, dus nu ga ik precies andersom beginnen met 2 eronder. En dan gaan er nu 2 erop. 1, 2. En dan weer 2 eronder. En weer 2 erop. Nou,
en zo ga ik dus weer mijn hele rij af. Alleen doe ik nu gewoon precies andersom. Waar er net 2 op gingen, gaan er nu 2 onder. Waar net 2 onder waren, gaan er nu 2 erop. Dus steeds 2 eronder, 2 erop draaien, 2 eronder, 2 erop. Je maakt de hele rij af. Als je weer helemaal tot en met hier bent gekomen, dan ga je dus weer de rij afmaken door alle dubbele lussen. Ga je de onderste er weer afhalen, zodat je overal maar 1 lusje overhoudt. Nou, dit ga je dus de hele tijd doen, totdat je rand lang genoeg is. Ik ga nu de camera uitzetten. Ik ga nu de hele tijd deze 2 rijen herhalen, totdat mijn rand lang genoeg is. Dan zet ik de camera weer aan en dan ga ik jou laten zien hoe wij de rand gaan afmaken. En dan gaan beginnen met de rest van de muts. Nou, ik heb in totaal 12 rijen gemaakt. En ik vind hem nu lang genoeg om de rand te maken. Wat ik dus nu doe is alle lusjes, alle eerste lusjes die ik had gemaakt van de onderste rand, ga ik nu op de pinnen plaatsen. Ik ga dus hier weer beginnen bij de pin waar ik dus dit aan vast heb. Nou, hier zie ik dus het draad. Dat was dus het allereerste lusje wat ik had gemaakt. Dus die pak ik daar de lussen van en die plaats ik zo. Kijk, pak ik het lusje ervan en die plaats ik zo op mijn pin. Dit heb ik straks niet meer nodig, dus die doe ik even zo naar binnen. En dan ga ik dus de volgende lus zoeken. Kijk, hier zie ik dus de volgende lus en die plaats ik op mijn pin. Nou, dan ga ik de lus ernaast pakken en die plaats ik op mijn pin. Nou, zo ga ik dus mijn hele rij af, ga ik dus deze onderste lussen allemaal, alle onderste lussen op de pinnen plaatsen. Oké, ik heb alle rijen, alle lussen heb ik erop geplaatst. Ik heb dus nu overal 2 lussen. Wat ik nu dus doe is overal onderste lussen eraf halen van alle pinnen. Ik ga nu de onderste lussen eraf. Oké, nou dan ga ik je nu 4 rijen laten zien waarmee we de rest van de muts gaan maken. En die 4 rijen gaan we de hele tijd herhalen totdat de muts klaar is. Nou, ga ik beginnen met rij 1. Rij 1 gaat gewoon zijn overal een lusje opdraaien. Op alle pinnen draai je een lusje. Zo, dan gaan we rij 1 afmaken door, kijk hier ben ik gebleven, ik heb hier dus het draad, mijn vinger er nog op, daar ga ik het onderste lusje eraf halen. Nu ga ik dus rij 1 afmaken door overal van alle pinnen het onderste lusje eraf te halen. Zo, dan ga ik nu rij 2 maken. En rij 2 gaat eigenlijk op dezelfde manier als rij 1. Ik ga nu weer overal een lusje opdraaien en dan weer onderste lus eraf halen. Dus gewoon een herhaling van rij 1. Oké. Dat was rij 2, dan ga ik je nu rij 3 laten zien. Rij 3 begint zo. Je legt het draad weer onder de lussen. Kijk, hier is het pinnetje waar ik steeds een nieuwe rij begin. Net als we in het begin hebben gedaan, haak onder de lus, op het draad, een lus uittrekken en een nieuwe lus erop. Haak onder de lus, op je draad, lus uittrekken. Onderste lus eraf en een nieuwe lus erop. 2 keer. Dan weer 2 keer erop draaien. Dan weer 2 keer eronder. Dan weer 2 keer erop draaien. Nou, zo ga ik dus de hele rij af. 2 eronder, 2 erop draaien. 2 eronder, 2 erop draaien. En als ik die rij af heb, dan moet ik hem afmaken door overal waar je 2 lussen hebt, de onderste lus eraf halen. Die dus niet, heb ik maar 1. Maar hier heb ik dus een dubbele lus. Daar heb ik een dubbele lus, want die heb ik steeds opgedraaid. De rij moet ik dan dus afmaken door iedere keer de onderste eraf te halen.
Oké, ik heb de derde rij klaar. Ik heb overal alle dubbele lussen eraf gehaald. Dus ik heb overal nog maar één lus. En dan ga ik de vierde rij doen. En de vierde rij die moet precies op dezelfde wijze als rij 3. Dus je begint dan weer met eronderdoor. Pakken. Eén keer. Twee pinnen. En dan weer twee pinnen erop draaien. Nou, zo ga je dus de hele rij afmaken. Twee eronder, twee erop, twee eronder, twee erop. En dat doe je dus bij rij 4. En je eindigt natuurlijk weer door overal waar je dubbele lussen hebt, kijk hier niet, overal waar je wel dubbele lussen hebt, haal je de onderste er weer af. Dat zijn de vier rijen die je achter elkaar in die volgorde doet totdat je muts bijna klaar is. Dus je begint met rij 1 en die herhaal je als rij 2. Dan doe je rij 3 en die herhaal je weer als rij 4. En dan begin je weer vooraf aan rij 1, 2, 3, 4. Nou, die vier stappen doe je de hele tijd totdat je muts bijna klaar is. Ik zet de camera nu uit en als mijn muts bijna klaar is, zet ik de camera weer aan. En dan ga ik je laten zien hoe we de muts gaan afmaken. Tot straks. Zo, ik ben al heel ver. Ik ben klaar en ik wil mijn muts nu afmaken en van mijn breiring afhalen. Ook nu weer, ik begin dus iedere keer hier waar ik mijn pin heb. Wat ik dus in dit geval ga doen, is mijn draad ga ik door alle lussen van de pinnen halen. Dus zo haal ik meteen alle lussen van alle pinnen af. Het is makkelijker als je gewoon een stuk draad, zeg maar even, lang uitmeet en dan afknipt en dan een naaldje er doorheen en dan kan je gewoon het naaldje door alle lussen heen halen. Dat is even een stuk makkelijker. Ik heb een ander filmpje van de muts waarin je dat kan zien. Maar mijn probleem is, de muts is niet voor mij. Hij is voor mijn schoonmoeder, dus ik moet zo meteen met de muts naar haar toe en even passen om te kijken of de muts lang genoeg is, of dat er nog een stukje aan moet of dat er een stukje af moet. Dus ik kan het draad nog niet gaan afknippen, want als het langer moet, ja, dan heb ik anders een probleem. Dus ik doe het even anders. Ik zal je laten zien hoe ik het doe. Maar nogmaals, je kan hem ook gewoon hier afknippen door een naald. En je haalt dan het naaldje door alle lussen één voor één en dan haal je hem eraf. En dat is voor jou wat makkelijker. Nu laat ik even zien hoe ik het doe. Mocht jij dus ook jouw muts nog moeten meten. Hier zei ik dat ik ging beginnen. Waar de pin is, die haal ik eraf. En dat doe ik dus zo op mijn haak. En dan ga ik het draad, hè, dit is mijn lange draad, op mijn haak plaatsen. En dan haal ik door mijn lus en dan is mijn lus van de pin af. Nou, de lus maak ik even wat langer, die mag lekker lang zijn. En die hou ik op mijn hand, die hou ik even op mijn vinger. Dan de volgende lus, de lus ernaast. Die haal ik eraf, plaats ik op mijn haak, zo. Dan gaat deze lus, moet daar doorheen, dus deze lus plaats ik ook op mijn haak. En dan haal ik hem door deze lussen heen, zo. En dan gaat de lus weer terug op mijn vinger. Volgende lus, eraf en op mijn haak. Zo, op mijn haak. Deze lus weer op mijn haak. En die gaat dus weer door de lussen van de pin. Zo. Dan gaat deze lus weer, kijk, het blijft steeds dezelfde lus, kan ik lekker lang maken. En die gaat weer hup op mijn vinger. Doe het nog één keer voor en dan weet je genoeg en kan je dus alle pinnen zo afmaken. Deze lussen eraf en op mijn haak. Zo. Deze op mijn haak en dan door die lussen heen halen. Zo. Nou, en zo ga je dus door totdat je alle lussen van je breiring af hebt. Nou, dan ben ik nu bij de laatste pin. Zo, op mijn haak. En dan de lus er doorheen. Kijk, en dan kan dit dus weg. En dan ga ik even nu heel goed kijken, want er is nu een stuk ruimte tussen de laatste lus en het draad. Nou, die ruimte wil ik dus weg hebben. Dus wat ik doe is even dit eerst aantrekken. Kijk, ik ga gewoon even draad strak trekken. Zo. En dan ga ik het draad weer door mijn laatste lussen heen halen. Zo. Oké, perfect.
Mooi, alles strak getrokken. Dan is dit dus mijn muts. Maar zoals ik al zei, hij kan te groot zijn. Hij kan te klein zijn voor mijn schoonmoeder. Ik weet het nog niet. Dus ik ga er straks even mee naar haar huis. En dan ga ik hem even passen. En dan kan ik hem dus weer even losmaken. En dan groter of kleiner maken. Ik hou hem dus nu nog even zo. Ik ga hem nog even niet afknopen en afknippen, want dat zou zonde zijn. Vooral als ik aanpassingen moet maken. Wat jij dus nu doet is, je hebt de lus en je hebt de draad. Je knipt de draad af en je haalt het draad door de lus en je trekt hem lekker strak tot een goede knoop. Van mijn part maak je een dubbele of een driedubbele knoop. Je kan het draad dan, wat je hebt afgeknipt, netjes naar binnen werken. Hè? Met je naald haal je hem zo naar binnen toe, zodat niemand het ziet waar je het hebt afgeknipt. En klaar is Kees. Dan is je mutsje klaar. En dan kan je ervoor kiezen om een leuk pompommetje erop te plaatsen. Ik laat je in een ander filmpje zien hoe je een pompommetje maakt. En hoe je je pompommetje op je muts kan plaatsen. Dus daar kan je dan altijd nog voor kiezen. Nou, het patroontje wat ik je net heb laten zien is een ander patroontje dan ik zelf heb gebruikt. Want mijn draad, kijk, dit is mijn draad, vond ik te dun voor dat patroontje. De gaten in mijn muts waren te groot en dat vond ik niet zo mooi. Dus ik heb hem weer losgemaakt en ik heb een ander patroontje gebruikt, zodat je inderdaad geen dikke gaten hebt en dus een lekkere warme muts hebt. Dit is het patroontje wat ik gebruikt heb. Dat zie je hier en ik zal je nu laten zien hoe je dat moet doen. Is jouw bol wat jij gebruikt wel dikker? Gebruik dan het eerste patroon. Heb jij net als ik twee dunne draden? Gebruik dan het patroon wat ik je nu laat zien. Dit maak ik even puur om jou te laten zien, want ik heb, de muts heb ik al af, maar ik laat je zien welk ander patroontje ik heb gebruikt, omdat de gaten te groot werden. Omdat het even puur alleen voor het filmpje is, gebruik ik even een andere kleur wol en ik gebruik ook een kleinere breiering. Dat maakt het even wat makkelijker en wat sneller. Wanneer je begint, zorg je dus iedere keer voor dat je twee lussen erop hebt. Hè? Ik gebruik nog steeds dubbel draad, omdat mijne dus zo dun is, maar dus twee lussen per pin. Oké, dan begin je dus op zich hetzelfde, alleen je werkt gewoon met een aantal andere hoeveelheid lussen. Dus het begin begint ook weer gewoon eronder, draad eronder spannen, ga je eronder zitten, er overheen zoals ik je al liet zien, pakken en dan van je lus af, van je pin af en een nieuwe lus erop. Nou, dat doe je dus twee keer. Ook hier eronder, eroverheen om een nieuw lusje te pakken. Alles van de pin af, nieuw lusje erop. En dan gaat dit weer hetzelfde, alleen heb je dus nu meer lusjes op je pin. Zo, die gaan er gewoon op. En dan hier dus weer eronder. Zo. En dan lusje pakken. Eronder, lusje pakken. Zo, lusje eraf, op de pin en deze weer twee erop draaien. Nou, zo ga je dus door. Twee eronder, nieuw lusje pakken, twee lusjes erop draaien. Twee eronder, nieuw lusje pakken. Nou, zo ga je door totdat je weer bij het einde komt. Nou, ik heb de hele rij afgewerkt. Ik heb dus overal dat patroontje gedaan. Zo, en ik begin straks weer bij de pin. Maar om rij 1 af te maken, moet ik nu overal waar ik 3 lussen heb, moet ik dus onderste lusje eraf halen. Dat zijn dus steeds 2 pinnen naast elkaar, waar dus het onderste lusje eraf moet. Zo, kijk. Dit was rij 1. Dan gaan we nu rij 2 doen. En rij 2 gaat op precies dezelfde manier. Dus je gaat gewoon dezelfde stappen herhalen. Hier weer onder beginnen, 2 erop, onder, 2 erop. Nou, dat ga ik dan nu even doen met de camera uit. En dan kom ik je stap 3 en 4 laten zien. Oké. Ik heb dus stap 1 en 2 nu helemaal klaar. Ik heb ook overal alle onderste lussen al eraf gehaald. Dus dat is helemaal klaar. Dan ga ik je nu de volgende stap laten zien. Stap 3. Deze heeft trouwens 5 stappen. Die andere had 4 stappen. Deze heeft er 5. Stap 3.
heel simpel overal een lusje opdraaien. Zo, hier ben ik gebleven, dus daar haal ik gelijk het onderste ervan af. Zie je dat? Daar moet ik straks weer beginnen. Wat je nu doet is overal waar je 3 lussen hebt, haal je onderste lus ervan af. Hier heb ik maar 2 lussen, dus daar doe ik niks mee. 2 lussen doe ik niks mee. Hier heb ik weer 3 onderste eraf. Nou, dat ga ik nu overal doen. Zo, dat was stap 3. Nu stap 4. En dat is overal weer een lusje opdraaien. Overal weer een lusje erop. Zo, deze is een stuk simpel, want je hebt nu overal 3 lusjes. Dus je moet nu overal het onderste lus eraf halen. Zo, dat was stap 4. En stap 5 is simpel, dat is weer overal lusjes opdraaien en weer overal onderste lus afhalen. Dat is stap 5. En na stap 5 begin je weer gewoon bij stap 1 en dat is weer 2 eronder, 2 erop, 2 eronder, 2 erop. En zo ga je verder, steeds 5 stappen. Ja? En dan ga je dus door totdat je muts er net zo uitziet als mijn muts. Nou, ik hoop dat ik je heb kunnen laten zien hoe jij je eigen muts kan breien op een breiring. Wil jij meer breiideetjes? Abonneer dan mijn YouTube-kanaal. Neem ook een kijkje op mijn website www.jufjannie.nl. Voor actuele ideetjes volg me dan op Twitter of Facebook.